Het was vandaag weer flink raak met soms zware buien, onweer en alles wat erbij hoort. Hier in Harlingen kon ik vanmiddag zo buiten staan met flink wat zon. En als ik kijk naar vanavond, dan neemt de buienactiviteit tijdelijk af. Hebben we later vannacht opnieuw buien en opnieuw kans ook op onweer. En verder een temperatuur die de komende nacht ligt zo rond 7 of 8 graden. En dan gaan we door naar het beeld voor morgen. Daar wordt een dag met opnieuw buiig weer, pittige buien, soms met hagel en onweer. Aan de andere kant, de westelijke kustgebieden, het noordwesten en het Waddengebied hebben de meeste zon en het minst buiige weer. Vooral in de middag wordt het vanuit het westen en het noordwesten wat meer droog. De temperaturen zullen morgen liggen rond 14 of 15 graden en de wind die komt uit het zuidwesten tot westen en die is matig in de kustgebieden. Ja, in de avond en nacht ook alweer een aantal buien en buitjes en dan door naar de dagen die volgen. Dinsdag een paar buien of buitjes, landinwaarts nog met kans op onweer, woensdag ook en donderdag en vrijdag ook nog altijd een aantal buien of buitjes. Nog even dit, vannacht in het noorden kans op mist en wat mij betreft morgen veel meer over het weer voor deze week en het komende weekend. Want morgen, tot morgen.